en drinken. Dit is de wereld op zijn kop. Ik eis dan ook dat de €150 mij wordt kwijtgescholden. Ja, hartelijk welkom. Ja. Boeiboorden. Ik wist niet wat dat was. Ik voorheen ook niet. Voorheen ook niet? Nee, ik hoe bent u erachter gekomen? Doordat ze ineens vervangen werden. Ja, maar toen wist je nog toch niet hoe ze heten? Nee, dat zag ik op de rekening staan die ik kreeg. Ja, toen wist ik wat boeiboorden waren. Dat zit boven je garage? Ja, ja. U komt niet uit Best? Nee, nee, oorspronkelijk kom ik uit Zuid-Limburg. En u bent voor werk daar naartoe verhuisd? Ja, ik werk in Eindhoven en was toch te ver iedere dag op en neer rijden. Hoe is die sfeer daar, waar u woont? Ja, gewoon heel rustig. Rustig? Ja. Hebt u veel contact met mensen in dat appartement? Nee, dat op zich heb je daar heel weinig contact zo met mensen om je heen. Mensen wonen er ook vrij kort. Veel verloop? Ja. Zou dat er ook mee te maken hebben dat de mensen zich niet zo verantwoordelijk voelen voor die huizen? Ja, dat zal vast meespelen. Hebben ze misschien ook niet zo zin om bijvoorbeeld investeringen te doen voor de lange termijn? Omdat ze denken, ik ben over een poosje toch weer weg. Ja, ja. Ja goed, maar dat is in ieder geval goed geregeld via de Vereniging van Huiseigenaren. Dat wel? Dat in ieder geval... U had voorheen nooit klachten over deze vereniging? Nee, want het wordt prima allemaal onderhouden, het hele appartementencomplex. Dus, ja? Ja. Ik vroeg me af, is er nooit eerder iets voorgevallen? Ja goed, ik klus regelmatig in mijn garage. En daardoor verbruik ik wel meer stroom dan de gemiddelde garagehouder. En ja goed, daar hadden mensen over geklaagd bij de voorzitter. En dan hebben we samen een compromis gesloten dat ik mijn eigen stroom zou gaan betalen. Een eigen stroommeter geplaatst. En dat doet u nu ook? Ik heb nog nooit iemand gezien die de meterstroom kan opnemen. Ja, een oplossing, maar er is vervolgens niet echt iets mee gedaan. Nee, nee. Ja, nou, we zullen het zien. Terwijl meneer Vertogen nooit een onvertogen woord hoorde over de staat van zijn boeiboorden, ontving de Vereniging van Eigenaren steeds meer klachten over het achterstallig onderhoud aan de gevelplanken. Ik ben al 17 jaar bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex hier in Best. Sinds 6 jaar ben ik de voorzitter. Ik kreeg veel klachten van leden die uitkeken op haveloze garageboxen. Als goed voorzitter nam ik al die klachten serieus en stelde ik een daad. Ik liet alle boeiboorden aan de garageboxen in mijn opdracht vernieuwen. De boxen knapten er van op en de verloedering van de buurt werd tegengegaan. Er is een praktische oplossing gekomen, waar de garagehouders alleen maar tevreden mee kunnen zijn. Ik snap dan ook niet waarom de Vereniging van Eigenaren op zou moeten draaien voor de kosten. Rijdende rechter, wij hebben als bestuur correct gehandeld. Wat vindt u ervan? Woont u ook in datzelfde complex? Nee, daar woon ik niet. Daar woont u niet? Maar u bent wel voorzitter van de Vereniging van Eigenaren? Ja, het is een eigendom van me dat ik 15 jaar geleden gekocht heb. U hebt daar wel een flat? Een flat, die ik verhuur. Maar daar woont u daar dus woon niet. Ik niet, zelf. Dat vind ik raar. Waarom? Nou ja, ik denk als je dus voorzitter bent van de Vereniging van Eigenaren, zou ik zeggen, dan moet je er ook wonen. Nou, dat hoeft niet per se. Net zoals een burgemeester moet toch ook in plekken ja, plaats wonen waar die burgemeester van is? Een burgemeester ligt toch wel anders dan een voorzitter van een Vereniging van Huiseigenaren, denk ik. Nou, het is wel van bestuurswerk of zo. Misschien. Nou, ik heb 29 jaar bij de vrijwillige brandweer gezeten. En nou, dat vind ik gewoon leuk om daarnaast nu nog iets extra's te doen daarvoor. Ja. En ja, het is onbetaald werk, maar het is wel leuk werk. En je maakt je nog eens nuttig voor de gemeenschap. Juist. Zo'n type bent juist u. Ja, als dan maar meer mensen deden. Ja? Ja? Dan zou de wereld er beter voor staan. Denk het wel. Denk het wel, ja. En dan doe je eens wat goed voor de mensen. En dan tik je nogal toe. Dan word je er nog op aangesproken ook. Laten we het daar eens over hebben, over die boeiboorden. U dacht op een goede dag, weet je wat, ik ga die boeiboorden eens vervangen. Nee, dat dacht ik dus niet. Oh. Nee, beslist niet. Wij hebben veel commentaar gekregen van de bewoners die daar wonen. Zoals de heer Vertogen al verteld had. Ja. En toen hebben wij gewoon het initiatief genomen om toch in een keer die boeiborden te vervangen. En toen hebt u, hebt u dat laten vervangen? U hebt het niet gevraagd aan de mensen? Tenminste, dat heb ik uit het verhaal van... Ik denk dat dat ook het probleem met zich meegebracht heeft, omdat wij ongevraagd iets doen. Maar ik denk... Kunt u zich dat een beetje voorstellen? Ja, ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen. En zeker van de heer Vertogen, omdat hij de enige is die daar woont en tevens een garage heeft. De rest zijn allemaal buitenstaanders. Ja, die wonen daar wel en die kijken tegen de garage van een ander aan. Juist. En dat is het probleem. Maar wij behartigen de belangen van de bewoners. Ja. En daarom hebben wij ook en gezegd... En niet van de garagehouders? Nee, uiteraard niet.
Dus u hebt die rekening uitsluitend aan de garagehouders gestuurd. Ja. En meneer Vertoog heeft gewoon de pech dat er toevallig iemand is die zowel daar woont als een garage inderdaad. Heeft. Inderdaad. Dus u snapt wel dat hij... Ja, ik snap het heel goed. Ja. Ik snap het heel goed. Maar? Ja, het zal betaalbaar worden. En daarom hebben wij dat zo ook gedaan. Omdat het allemaal bijna buitenstaanders zijn. Ja. En dan denk je gewoon, ja, nou, dan moet de rechter daar maar een uitspraak over doen. Maar is meneer Vertogen de enige die geklaagd heeft over die rekening? Nee, er zijn er wel meerdere die niet betaald hebben. Nou ja, dat betekent dus dat ze het er niet mee eens zijn. Nou, geklaagd, je hoort dan niks. Nee, ze betalen dus gewoon niet. Ze betalen niet. Nee. Er zijn er, ik dacht, 6 die niet betaald hebben. Maar ja, je kan natuurlijk ook zeggen, u hebt u al heel lang niet aan uw onderhoudsplicht gehouden als het er zo slecht uitziet. Wij hoeven die garages niet te onderhouden als vereniging. Ja, van de ene kant wordt gezegd, we hoeven ze niet te onderhouden. Van de andere kant krijg je wel een rekening gepresenteerd. Dus dat is natuurlijk... Eigenlijk is het onderhoud voor de eigenaren zelf. Het is voor de eigenaren zelf, dat maakt het nog gekker. Nee, dat maakt niet gekker. Waarom? Nou, u zegt, wij zijn eigenlijk niet verplicht om die garages te onderhouden. Nee. Maar op het moment dat de mensen klagen, gaat u het wel doen. Als de mensen klagen, en dan behartigen wij de belangen van de mensen. Ja. Van de bewoners die er zijn. Die betalen trouwens servicekosten, dus dan knappen wij erop. En dan proberen we het terug te halen bij de eigenaren van de garages. Die nooit niks doen. Nou, weet je wat? We gaan gewoon kijken. Dan kan iedereen dat gewoon zelf beoordelen. Ja. Dat is goed. Sloeg de actieve bestuurder de plank mis door op eigen houtje de boeiborden te vervangen? Of was de oude situatie echt geen gezicht? Meester Visser ging naar best om onder het toezicht oog van een deskundige de nieuwe en de oude boeiborden te bekijken. Heren. Koffermol. Visser. U bent deskundige vandaag. Ja, ik vertel. De garage, is hem dit? Ja, nee, dit is hem. Dit is hem. Nou, laten we even kijken dan. Want daar gaat het allemaal om, toch? Ja, nou, het gaat over de boeiborden. Ja, maar ik wil ook even binnen kijken. Hij gaat automatisch open. Automatisch? Ja, dus als ik het knopje druk, gaat hij open. Drukken. Oh. Doe maar. Als u hem wat harder open laat gaan, ben je gelijk de inbrekers af. Weet je wat? U hobbyt in oude auto's? Ik restaureer een auto voor mezelf. Ja. Maar de boeiborden, ja, dit zijn de... Dit is gemaakt van? Volkernplaat. En de bedoeling is dat dit nooit meer rot? Ja. En je hoeft het ook nooit te schilderen? Nee, onderhoudsvrij. Dat is makkelijk. Ja, en die oude die zaten hieronder, hè? Ja. Het is er bovenop... Het is koud opgemonteerd. Ja. En dat zag er slecht uit. Dat zag er heel slecht uit. Nou, ja, het is wel een middel om een plaat eraf te halen, dat u kunt zien wat dat er van tevoren onder zat. Waar ik de problemen mee gekregen heb. Nou, kunt u er even afhalen? Oh, kijk dan. Ja. Ja. Oh, het is helemaal verrot daar. Volgens mij zien is dit de oude boeibord. Ja, het is helemaal verrot. Ik wil nog eventjes bij u boven kijken. Want dat was het punt dat de eigenaren die ergerden zich aan die rottende boeiborden. En die vonden dat hun woongenot daardoor achteruit ging. Ja, je moet er wel bij zeggen, het boeibord wat daar zit, dat ziet er ook een heel stuk slechter uit dan mijn boeibord. En daar zat eigenlijk al iets anders overheen. Ja, ja. Over dat boeibord. Dus dit is niet helemaal zoals het eruit zag. Voordat deze boeiborden opwerkte. Bij mij en ook bij de overige zag het er slecht geverfd uit, maar niet zo rot als wat daar zichtbaar is. Die rotte plek heb ik in ieder geval nooit gezien bij mensen. Nou, deze wel. Ja, dat was een oudere plaat die erop zat, maar die was ook ongeschilderd. Ja, ja. Het zag er gewoon niet netjes uit. Nee. En daarom hebben, vind ik, zelf ook terecht de mensen geklaagd daarover. Ja. Ja, en zo is het ook aan de achterkant, is het ook heel slecht. Maar daar kunnen we misschien naartoe lopen. We zullen dan eerst van bovenuit gaan kijken hoe dat de bewoners geklaagd hebben. Of dat terecht is, ja of nee. Ja, oké. Nou ja, we zien het wel, hè. Maar u zegt het zo slecht was het allemaal niet, maar... Nee. Maar moest het dan niet vervangen worden? Het moest wel vervangen worden. En ik had het vorig jaar eigenlijk al willen vervangen, maar daar was het toen niet van gekomen. En achteraf ben ik blij, want daar waren ze nu ook weg geweest. Zeg, dan lopen we nog eventjes naar de achterkant. Ja. Want wilde u mij nog laten zien en dan... Prima. Ja. Oh, een brandgangetje. Ah, ja. Ja. Zo zag het eruit.
Nou, aan de voorzijde zag het er wel een beetje netter uit. Ja. Ja, nee, dan kan ik me wel voorstellen dat je zegt, dat haalt het een beetje omlaag. Nou, heren, dan weet ik wel genoeg. Dan zien we elkaar straks terug voor de hoorzitting. De deskundigen zullen we niet terug zien. Bedankt voor uw hulp. Ja? Nou, tot straks. Tot straks. Daag. Tot straks. Ja, voor jou. Ja. Nou, ik hoorde u in het filmpje net zeggen dat het bij u niet zo slecht uitzag als die boeiborden die de rechter heeft gezien. Ja, ja. Dat klopt. Ja, ja. Want waar die boeiborden hier afgeschroefd waren, van wie was die garage? Volgens mij was het zesde garage van meneer Van Boven zelf. Dat was uw eigen garage. Ja. Ja. En daar zat al iets overheen. Dus zo slecht als je ze zag. Daar waren boeiborden, al andere boeiborden tegenaan gezet. En die zijn natuurlijk nu verwijderd. Ik dacht, bij mij ziet het slechtst uit, dus dat ga ik aan de rechter laten zien. Nee, dat heb ik niet gedacht. Nee, beslist niet. Maar ik heb gewoon de eerste gepakt en niet zijn eigen garage daarom eigenlijk. Ja. Maar weet je wat ik nou zo raar vond? Nee. Ik denk, als je de boeiborden op gaat knappen, dan ga je eens lekker schuren. Je gaat het rotte hout vervangen, maar dan schroef je er niet gewoon een, ja, iets voor. We hebben voor de goedkoopste manier gekozen. Omdat wij ook niet wisten waar het schip zou stranden eigenlijk. Met het opknappen van de boeiborden. U was er zelf eigenlijk ook niet helemaal zeker van dat het wel niet. Ook in orde zou zijn wat u deed? Nee, beslist niet, want wij hadden wel verwacht dat er mensen op zouden reageren. Maar had u misschien beter moeten overleggen met de garagehouders? Ja, dat klopt. Misschien, dat is denk ik ook onze fout geweest, dat heb ik dus ook al toegegeven. Ja. Na deze grondige inspectie vertrok het gezelschap naar de hoorzitting, waar ook andere leden en garagehouders hun woordje konden doen. Welkom, we zijn hier in Best. En aan de orde is de zaak van meneer Vertogen tegen de vereniging, moet even spieken, van eigenaren flatgebouw De Hoge Akker. Vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur, meneer Van Boven. De vereniging die heeft eigenlijk de boeiborden. Voor de mensen thuis, boeiborden, en dus die planken langs die garages. Heeft de flatvereniging laten vervangen. Nou, vervangen is niet het goede woord, want de rottenden zitten er nog onder. Ja, en u heeft eigenlijk uw eerste idee van, ja, hoe kan dat nou? Het is mijn garage. Ja, dat was in ieder geval mijn eerste reactie. Ja. Gewoon zoiets. En wat was uw tweede reactie? Ik ging een beetje toetrachten komen van hoeveel ik ervoor moest gaan betalen. Ja. Van, zeker omdat ik bij veel zelf doe. Ging bij doe-het-zelf-zaken, ga je kijken. Nou ja, goed, en dan is het voor 1/4 van de prijs wat het nu kost. Ja, ja. Heb ik zo'n de boeiboord er tegen zitten. Ja. Want er zijn 72 flats en 14 garages. Ja. En nu ben ik eens, toen zag ik de begroting. Ik heb dus de begroting erbij gepakt van 2002. U kunt de hele tent draaiende houden voor, in euro's, 73.440 euro. Mm-hmm. Dus de kosten daarvan is het, nou, dat gaan we omslaan over de 72 appartementen. Mm-hmm. Maar wat me dus opvalt, is dat die 14 garage-eigenaren niet meebetalen. Nee, dat klopt. En die hebben toch ook een flat. Ja, dat klinkt wel raar, een garage, maar volgens, ik heb het reglement er eens op nageslagen van de Vereniging van Huiseigenaren. Daarin wordt een definitie gegeven, flat. Dan denk ik gewoon, mensen, flat, dat zal wel een woning zijn. Nee, een flat is elk bepaald gedeelte van het gebouw met toebehoren dat blijkens een inrichting bestemd is om afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Nou, een garagebox is een aparte flat. Is ook afzonderlijk. Ja, dus voor een flat, nou, moet je even dus onthouden, flat is ook garagebox. En waarom, en die maken deel uit, want u zegt, ik ben eigenaar van de garagebox, maar ik heb uw acte eens bijgepakt. Die heeft u ons doen toekomen. En wat koopt u? U koopt twee appartementsrechten. Namelijk het appartementsrecht van uw woning. En u koopt een apart appartementsrecht van de garage. Dus in feite, dat maakt deel uit van het gemeenschappelijke flatgebouw. Hoewel het er niet aan vast zit. Nee, dat klopt. Want u heeft nooit servicekosten betaald voor. Nee, dat klopt. En denk ik, en nou gaan ze voor u mooi die nieuwe boeiborden maken. En dan wilden ze van u hebben 150 euro. En één keer was u over vanaf. Ja, maar dat klopt mee. Ik heb, toen ik daar ben komen wonen 5 jaar geleden, heb ik ook contact opgenomen met de voorzitter hoe het zit met het onderhoud van de garages. Ja. En hoe dat geregeld moest worden. Dan heb ik, is mij in ieder geval verteld, dat ik zelf moest zorgen voor het onderhoud en dat alle kosten ook voor mij waren. Maar dat ik zeker, ja goed, als er iets aan moest gebeuren, moest ik dat zelf allemaal doen. Is dat tegen mij? Dat klopt. Ja. Ja. Maar wij hebben ontzettend veel klachten gekregen van de bewoners zelf, die altijd tegen die boeiborden aankeken. En er is geen enkel eigenaar die daar onderhoud pleegt. En daarom hebben wij gezegd als bestuur, nou, wij behartigen de belangen van de bewoners. Dus wij zullen zorgen dat er nieuwe boeiborden opkomen. Terwijl, want u zei, ja, we weten eigenlijk niet precies wie nou wat moet doen. Nou, ik weet het ook nog steeds niet. Want in het reglement, ja, het wordt een heel juridisch verhaal allemaal. Ja. Maar daar staat in dat de eigenaren en gebruikers zijn verplicht hun flats, zowel uitwendig als inwendig, behoorlijk te onderhouden.
Dus dat moet je onderhoud moet je zelf doen. Het onderhoud buiten wordt door de vereniging betaald. Ja, want dat gaat ook verder. Maar ze laten in elk geval aan het bestuur over de beslissing over het onderhoud van het dak en het buitenverfwerk. Ja, ja. Denk ik, ja, wat zou je onder het onderhoud moeten verstaan? Het dak dus niet. Want het dak van de appartementen wel altijd. Ja, maar volgens het dak van de garages. Maar volgens het reglement moet u ook. Is daar nooit vernoemd. Maar, omdat die nooit geen servicekosten betaald hebben. Ja, dat is allemaal niet zo handig geregeld. Of zeg, het is. Ja. Want wat vindt u daarvan op zichzelf? Nou ja, goed, het is eigenlijk begonnen. Toen ik een brief thuis kreeg dat ik garagekosten moest gaan betalen. Ja. En die was verder niet gespecificeerd of iets dergelijks. En dat was dan een bedrag van €18,50 per maand. Ja. Wat er ineens bij zou komen. Een week later kreeg ik al een brief van bestuur. Tot ze gezien de reacties hadden ze het bedrag verlaagd naar €12,50. Nou, dan moet je nog gewoon even wachten, er is niks meer. Ja. En dat bleek ook. Ja. Met een specificatie zat er toen ook bij waar ik toch wel een aantal dingen waar ik hele grote vraagtekens bij heb gezet. En daar ook over gecorrespondeerd heb met het bestuur. En het laatste bod was €150 ineens. Ja, ineens. Ja. En iets van €18 per jaar voor de verzekering. Voor de verzekering. Maar goed, u zegt, ik vind het allemaal onzin, die €150. En het blijkt nergens dat ik dat verplicht ben. Ja, het komt ineens uit de lucht vallen in ieder geval. Ja, het is iets waar ze mij dus nooit in kennis hebben gesteld over. En ik was werken en ik kwam terug en hing een nieuwe boeiboorden. Ja. Als me ooit iemand had gezegd van die boeiboord dat ziet er niet uit, die moet vervangen worden. Ja. Waren die boeiboorden vervangen. Ja, ja. Zijn er toevallig nog andere eigenaren van de garages hier aanwezig? Of, wacht eventjes. Twee. U meneer, u zit vooraan. U heeft nog nooit betaald dus? Nee. Het is gewoon zo, als ik een afspraak maak, als u met mij een afspraak maakt, dan kom ik die na. Maar als u mij gewoon in één keer een rekening stuurt zonder iets te vragen of noem maar op en werkzaamheden te verrichten. Een enkele jaren geleden, toen de vereniging dus de daken vernieuwd heeft, heb ik nog gebeld van luister eens, wat kost het als je ons dak ook meteen pakt? En toen hoefde het helemaal niet, nee, moest je allemaal zelf regelen en noem maar op. Ja. Hebben we allemaal gedaan. En nou doen ze zomaar eventjes een boeiboordje van €35 er tegenaan plakken. U heeft ook een rekening gehad van €150? Uiteraard. Ja, en die heeft u nog niet betaald? Nee, natuurlijk niet. Nee. Die was ik ook niet van plan te betalen, hoor. Ja, ik vind het onverantwoord om zo te werk te gaan. Ja, maar u heeft nog nooit servicekosten betaald? Eerst kosten maken en na de rand de mensen aanschrijven. Maar u heeft ook nog nooit servicekosten betaald? Nee, maar dat is ook nooit. We zijn onze eigen kosten hebben voor onze garage gekregen. Ja. Ik woon sinds 1998 in het appartementencomplex. Ja. En sindsdien is de vereniging alleen maar bezig geweest met het verbeteren van de kwaliteit. Dus ik heb geen beklag over het beleid. Nog over de servicekosten die ik maandelijks moet betalen. Maar als de garagehouders ook moeten gaan betalen? Dat vind ik terecht. Dan gaan de bewoners minder betalen? Nee, dat hoeft niet. Wel, want je hebt de kosten en die ga je delen. En nu worden ze gedeeld door 72. Ja, maar nu komen er een aantal meters bij van dakoppervlak. Ja. Dat is ook. De kosten nemen toe, uiteraard. De kozijnen van de deuren ook, die hard nodig zijn. Dus je zit er eigenlijk helemaal niet op te wachten, op die garage. U zou ze het liefst kwijt zijn. Nee, helemaal niet. Het moet een totaal complex zijn. Dat vind ik belangrijk. Ja. Als er allemaal netjes bij staat, dat is in het belang van de vereniging. En in het belang van de bewoners. Ja. Nou, en wij behartigen het belang van de bewoners. Ja, dus eigenlijk de hele zaal wacht af van gaat het duurder of goedkoper worden? Ja. Maar eigenlijk twee vragen die ik moet beantwoorden. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eerst die kosten van die boeiboorden. Wie moet die gaan betalen? En de tweede vraag is of de flatter nog wat uit kan slepen. Ja. Of de servicekosten betaald moeten worden. Ja. Ik zou zeggen, u krijgt spoedig van mij bericht, maar dat gaat als volgt. Want ik zie u terug in de studio voor het vernemen van de uitspraak. Ja, binnen niet al te lange tijd. Ik dank u in elk geval voor uw komst. Is meneer Vertogen straks nog verder van huis met een dubbele aanslag voor servicekosten? Of blijft alles bij het oude? We horen het van meester Visser. Uitspraak in de zaak van meneer Vertogen tegen de Vereniging van Eigenaren De Hoge Akker met meneer Van Boven. De garagebox van Vertogen is juridisch niet zijn eigendom. Hij heeft slechts een appartementsrecht. En dat betekent dat hij het alleen gebruik van die garage heeft. En dat hij verder voor een deel eigenaar is van het hele flatcomplex. Net zoals de andere flat-eigenaren en eigenaren van garageboxen. Al deze mensen, dus de eigenaren van de woningen en de eigenaren van de garageboxen, maken deel uit van de vereniging van eigenaren. En daarmee heb je dus te maken. En dat geeft direct ook het antwoord op de vragen die aan mij gesteld zijn. Want wie is er nu verantwoordelijk voor het grote onderhoud van die garageboxen? Ik stel vast
dat het bestuur gerechtigd is en ook verplicht om het groot onderhoud te verrichten, zoals het vervangen van boeiborden aan de garageboxen, maar dat de kosten daarvan ten laste komen van de gezamenlijke eigenaren van het hele flatcomplex. Vertogen moet met ingang van 1 januari 2003 servicekosten gaan betalen. En wel voor 25 13.796 deel van de gehele exploitatiekosten. En die kunt u vinden in de begroting. Hetgeen over en weer meer of anders is gevorderd, zal ik afwijzen. Dat is mijn beslissing en daar moet u het mee doen. Dank u wel. En? Ik denk twee gelukkige mensen. Twee gelukkige mensen? Ik denk het wel. Nou, want... Waarom bent u zo gelukkig? Nou, dat service... Want hij hoeft die 150 euro toch niet te betalen, hè? Nee, nee, maar dat servicekosten betaald worden voor de overige bewoners ook. Of overige eigenaren van garages die geen belang hebben in de vereniging, dan dachten ze. Maar u wist dit niet? Nee. Ja. Maar ik had wel een vermoeden, zo. Ja. En u? Ja, ik had ook dit vermoeden. Maar goed, die 150 is van de maand, maar ja, er wordt nu wel een jaarlijks iets van u gevraagd. Ja, dat klopt. Maar daar hebt u vrede mee? Daar heb ik vrede mee. Wat dat betreft wordt ook het onderhoud dan... Dat is maandelijks, hè? Niet jaarlijks. Nee. Iedereen gelukkig. Nou, wat fijn. Ja. Nou, dan ben ik het ook. Hartelijk dank voor uw komst. Heeft iemand ook wel eens ongevraagd en op uw kosten iets aan uw eigendom veranderd? En bent u het daar niet mee eens? Probeer dan bij ons uw gelijk te halen. Want u ziet het ieder zijn recht bij NCV's Rijdende Rechter. Direct na de uitzending kunt u bellen naar 0900 1301. Of kijk op onze internetsite www.rijdenderechter.nl. Dank u wel voor het kijken. Tot volgende week. Dag.